De Sint-Jozefkerk in Leiden gaat opnieuw in de stijgers. Na de eerste restauratie van de toren en het dak in 2017, staan nu de restauratie van de zijkanten van de kerk en de pastorie op het programma. Uh, het eerste deel is dat de zijkanten van de kerk uh, op het gebied van glas in lood en uh, cementconstructies worden aangepakt en helemaal uh, gerestaureerd worden. Het tweede project zit uh, bij de pastorie. Die uh, is heel erg uh, nodig dat die uh, opgeknapt wordt en dat daar uh, een verbouwing gaat plaatsvinden tot een onderkomen voor een kloostergemeenschap van zusters en twee appartementen en een aantal ruimtes voor de parochie. En het derde en laatste deel is dat de, het zalencomplex hierachter waar altijd koffie wordt gedronken of waar koorrepetities plaatsvinden, dat die ook helemaal opgeknapt gaan worden en gemoderniseerd worden tot een uh, multifunctioneel zalencentrum. Er zal dus een hoop veranderen tijdens deze fase. Uh, heeft uh, enerzijds te maken met uh, achterstallig onderhoud, wat al die jaren uh, niet heeft plaatsgevonden bij sommige onderdelen. En ten tweede uh, vindt de kerk toch belangrijk om een baken van geloof hier in uh, de parochie en in de stad uh, te willen blijven. En ook te laten zien dat uh, ondanks uh, ja, de, de, de wat mindere geluiden die je vaak hoort over de kerk, toch ook er ook initi initiatieven zijn tot uh, ja, nieuwe evangelisatie, nieuwe opbloei van uh, initi goede initiatieven. En dat wil. De parochie ook op die manier uh, kenbaar maken. Hoewel de werkzaamheden wel even gaan duren, gaan de kerkdiensten wel gewoon door. Waarschijnlijk zullen de kerkbezoekers mogelijk stijgers en ladders aan de zijkanten zien staan gedurende een bepaalde periode, maar dat weerhoudt uh, ons er niet van om uh, de kerkdiensten gewoon uh, voort te zetten. In de komende weken zullen de eerste tekenen van de restauratie van deze kerk uit 1925 zichtbaar worden. De planning is dat het najaar van 2022 dat uh, uh, het hele restauratieproject uh, klaar is. En uh, dat zou mooi uh, passen bij de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan.